Welkom bij het 57ste Fruitcorso in de binnenstad van Tiel. En het belooft weer een waar spektakel te worden. En wij zijn er gelukkig vandaag bij. Zaterdag 16 september werd voor de 57ste maal het Fruitcorso in Tiel verreden. In deze uitzending ziet u nogmaals de praalwagens aan u voorbij komen. Daarnaast bezochten Sari en Mijnen een aantal bouwplaatsen in de regio in de week voor het Corso. Om zo de sfeer te proeven. Welkom bij het Corso-gevoel van 2017. En dan zit je zomaar met een knappe vrouw op het jeugdeiland van Drumpt. Angela, jij bent ook de bedenkster hiervan, hè? Ja, samen met wat anderen. Het is ontstaan uit een idee van kinderen. En daar hebben wij een ontwerp op gemaakt. En wat is dit jaar het eigenlijke thema dan? Wat is het precies? Het is een eiland, maar het stelt iets voor natuurlijk. Ja, het zijn... De wagen heet Rimbula en het zijn eigenlijk twee soort van onbewoonde eilanden. Worden alleen maar bewoond door hele blije, lieve dieren. En ja, dat is het thema. Over blij gesproken, je wordt er zelf ook blij van en dat zie ik aan je. Ja, dat klopt. Ja, iedereen is heel blij hier. Dat is, ik vind de saamhorigheid ook ongelooflijk. Eigenlijk hier doe je het voor, hè? Ja, dat klopt. En wie de jeugd heeft, heeft... De toekomst. En volgens mij zit het helemaal goed hier in Drumpt, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Jullie hebben hem ook afgestemd op de grote wagen. Want de grote wagen stelt voor het volgende. Jungle. De Rimbula. Eén grote Rimbula met alleen maar vrolijke, lieve, blije dieren. Dat klopt. Elke Corso Club heeft zo zijn eigen sfeer. Zo waren we ook op bezoek bij de Corso Club van Echtold. Ik sta bij Corrie, de enthousiaste voorzitter van de Corso Club in Echtold. Corrie, vertel eens iets over het ontwerp, de Zeppelin. De Zeppelin is ontstaan als reclamevoertuig en als luchtschip, moet ik eigenlijk zeggen. En als passagiersvervoer. Maar in de oorlog is hij gebruikt als wapentuig. Want het was natuurlijk een stil iets wat over je kwam vliegen. En is het verwerkt. Het oorlogstuig is erin verwerkt. De reclame is erin verwerkt. En de passagiers worden erin verwerkt. Want die komen onder het schip te hangen in een kajuit. En ja, dat is alleen maar leuk als figuratie. Ja, jullie gaan dus echt met live figuranten werken? Ja, ja, ja. In de kajuit en ook rondomheen. Ja. Die beelden een beetje het tijdsbeeld uit van dat moment. Want we houden het nu van na de oorlog. Ja, we leven in het nu, ja, natuurlijk. Ja. En een ontzettende enthousiaste, trouwe club met vrijwilligers. Zeker, zeker. Ja. Van jong tot oud. Ja, daar zijn we heel trots op en heel blij mee. En als ik ook zie hoeveel meters er nog dicht moeten geplakt worden. Ja, dat is vooral de laatste week. Dan denk je van, oeps, komt dat wel goed. Maar het is altijd nog goed gekomen, dus dit jaar ook. Natuurlijk is het goed gekomen. Dat kan ook niet anders met al die vrijwilligers die zich elk jaar weer inzetten voor het Fruitcorso. Ja, het is toch ongelooflijk wat je ziet, hè? Hoe fanatiek de mensen allemaal bezig zijn ook hier in Echtold. Want ja, die Zeppelin die gaat er komen, hè? Die gaat er zeker komen. En u gaat hem echt heel mooi maken. Hè? Ja. Natuurlijk. Want jullie zijn van de besjes. Van de bessen, ja. Ja, want waar komt hij? Waar moet hij straks komen, de bes? Nou, dat weet ik niet waar die precies komen. Die staan allemaal aangegeven daar op die dinges, wat er moet komen. Want wij hebben zelf uitjes al allemaal die losse velletjes eraf moeten doen. En die hebben dan ook weer een hele plek en dan komen die misschien er wel weer naast. Wat is het nou? Waar komt nou deze passie zo vandaan om dit te doen voor het Corso? Ik vind dit leuk. U vindt het gewoon lekker leuk, ja. En je hoeft niet te denken, je doet het gewoon, hè? Jazeker. Ja. Hoe lang doet u dit al? Jaren. De eerste keer niet. Toen de eerste wagen gemaakt is, deed ik het niet mee. En... 57 jaar geleden, dus dan deed je niet mee. Nee, en de rest wel. De rest wel dus. En u zit ook al boven de 50 keer dat u meedoet? Ja. En ik hoop dat er nog veel bij komen. Ja, ik hoop het ook. En waar de bestjes terechtkomen, ja, dat zullen we straks wel zien op die prachtige Zeppelin hier uit Echtold. Muziek maken is mega cool en toegankelijk voor iedereen. Dames en heren, het KTSM uitzoeken. Let's go!
Het was een gezellige boel daar bij de bouwhal in Kerk-Avezaath. Mijnen sprak met een van de ontwerpers. Leon, kunst bewaren, hoe verzin je het? Ja, daar vragen we ons ook wel eens af. We hebben heel veel ideeën soms op tafel gelegd en die vallen samen tot een ontwerp. En dit jaar inderdaad kunst bewaren. Nou, hoe lang heb je erover gedaan om dit te verzinnen? Ja, sommige ideeën liggen heel lang in een lijst en dan vallen delen samen. Maar soms liggen ze er heel kort en soms heel lang. Maar dit is een samenstelling van meerdere ideeën die er de ene kort en de andere lang lagen. Want als je denkt aan barbaars, dan denk je niet gelijk weer aan baarden. Dat klopt. Wij vonden de woordspeling juist leuk om daar iets mee te doen. En ook omdat de schilderijen vervormd zijn tot een baard. En waarom dan een baard? Ja, dat heeft niet echt een bijzondere reden. Wel omdat de baard wel binnen de kunstenaarswereld een hele belangrijke rol speelde. Omdat het ook een soort machtuitstraling had. Maar ook een soort sloeberachtige effect. Dus daar die combinatie van juist met de schitterende kunst vinden wij mooi. Ik zie ook een stille wens bij jou, want volgens mij de baardgroei begint te komen, hè? Nee, dat is gewoon de corso-drukte die ervoor zorgt dat ik me niet geschoren heb. Ja, het is kunst en baarden in elkaar verwerkt. En wat ze er nou mee hebben gedaan, is het heel eigenzinnig, is het hedendaags? Ze hebben in ieder geval wel wat gedaan met die kunst. En op wat voor manier? Bekijk het zelf maar even. Ik zie de nachtwacht, ik zie van alles. Ja, ze hebben wel wat gedaan met het spul van Rembrandt. Het is niet helemaal zoals het moet baarden? Zijn. En baarden? Ja, het is een ruw gebeuren, dat zeker. De jeugdwagen, wat passen wij, komt eraan en hij heet? De Boerderij. Het ziet er heel vrolijk en heel gezellig uit. Een beestenboel. De wagen van Maurik is onderweg en hij heet Autobot. Ja, oftewel een transformer. En het is dit jaar ook voor het eerst dat het jeugdteam van Maurik voor het eerst ook beweegbare onderdelen hebben gebruikt in hun corsowagen. En hoe dat gaat, kunt u zien. De grote wagen van Tiel komt eraan. Een ontwerp van André ter Bocht en het heet Glow in the Deep. En er zit best een mooi verhaal achter in mij. Ja, er zit een heel bijzonder verhaal achter. Want u weet niet half wat zich op die diepe oceaanbodem wat zich afspeelt. Want u ziet zometeen een hele grote vis. En die vis, dat is een vrouwtjesvis. En die wordt achterna gezeten door heel veel kleine visjes. En laten dat nou allemaal hele hitsige mannetjes zijn. En de eerste, de beste die bij haar komt, die mag haar bevruchten. En hoe dat gaat, dat kunt u ook nu zien. In de verte zie ik de Chinese draak aankomen. Een ontwerp van buurman Stricht, Alfred Hoogendijk en Marijke van Beurden zijn verantwoordelijk hiervoor. Wat is het, mijne? Nou, het is dus een Chinese draak en hij jaagt achter het kwaad aan. En het kwaad is in deze keer uitgebeeld in de vorm van een bal. Dus daar moeten die kwade geesten zo allemaal in zitten. En of hij hem wel of niet gaat verdrijven, dat kwaad, we gaan het zien. En daar zijn ook de mannen weer van het Tielsmannenkoor die collecteren voor het fruitcorso. En natuurlijk heeft u hier al ontzettend veel de beste mensen energie en tijd in het fruitcorso gestopt. Maar heeft u nog wat over om ons een extra steuntje in de rug te geven? Dan zijn we daar heel erg blij mee. Ja, en dan staan we nu bij de jeugdwagen van Tiel. Hey Ferry.
Ja. Wat heb jij gedaan? Ik heb net wat inlopen lijmen. Ja, we hadden het net lopen lijmen ook, want ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar ja, over onderdeel gesproken, het is een heel geheel geworden, hè? Het wordt nu eindelijk wel wat, ja. Het heeft even geduurd. We zijn echt heel lang al bezig, maar ja, Wat is het thema precies? Hoe heet die? De wagen heet Abracadabra en het is een beetje een klassiek goochelthema is het eigenlijk. Voorin hebben we een goochelaar die met een uitnodigend gebaar mensen tegemoet komt rijden, zeg maar. En hij heeft een toverstokje in zijn hand. We hebben een lieftallige assistent hier achteraan, nu nog zonder hoofd. Dat staat daar. Klinkt ook lekker, een lieftallige assistent zonder hoofd. Ja, dat is een beetje morbide, maar dat moet kunnen op een jeugd. We gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal zien. De grote wagen van Jump van Drumt Racing en nu voorbij van George Kessels Jungle. Enorm groot, groen, massief, Rimbo. Het is ongelooflijk en hij zit verborgen. Heel veel verborgen dingen zitten erin. Schatten, geheimen. Het is één jungle waarvan alles en alles gebeurt en je blijft kijken. Daar sta je dus niet bij stil, hè? Maar dan zie ik dat zo liggen en dan denk ik, hoe belangrijk is het eigenlijk, zo'n heel fruitcorso, waar er is gewoon één ding waar het absoluut niet zonder kan. En dat is dit. Dan zult u zich afvragen, wat is dit nou? Nou, dit is eigenlijk heel simpel. Dit is gewoon lijm. En om even te kijken hoe dat in zijn werk gaat, gaan we even bij deze mevrouw kijken. Dag. U bent heel belangrijk, hè? Nee hoor, niet heel erg belangrijk. Iedereen is even belangrijk hier. Kijk, dat klinkt nou goed. Echt, iedereen is even belangrijk. Net zo belangrijk als dit, hè? Ja, dat is een lijmpatroon. Dat kunnen we niet meer zonder, hè? Nou, voor de grote producten zeker niet. Maar we hebben dit jaar wel afgesproken. We gaan heel veel wel met de bisonkiet plakken. En echt de grote producten, zoals de appels en de peren. En de uien, die hebben we wel met lijm moeten. Ja, dat heeft natuurlijk ook met de lijmkracht te maken van dit. Want het zijn allemaal zware vruchten natuurlijk. Ja, ook echt grote producten natuurlijk. Hè. De appels zitten er ook op, de peren zitten erop. En die hebben echt wel een behoorlijk klodertje lijm nodig. De samenhang, daar gaat het om. Ja, de samenhang en de samenhorigheid van het fruitcorso. Eigenlijk zit het allemaal in één lijmpen. Ik hoor swingende klanken. Ik kan hier niet stil bij blijven staan. Dat is onmogelijk. Het fruitcorso waar je naartoe kan. Ja, uit Neerijnen. Neerijnen, Dick Kusters en John van Beem zijn de ontwerpers van deze swingende, Betuwse, vrolijke creatie. Ja, je wordt ook helemaal vrolijk van een zonnig ook. Hè? Ondanks dat de zon vandaag ontbreekt. Maar dit maakt wel iets waar je weer naartoe kan, hè? Ja, waar iedereen naartoe kan. Het is zo mooi. Het is echt, swing it out. En zonsondergang is onderweg. De grote wagen van Geldermalsen naar een ontwerp van Bert van Erkelmos. En het is een heel bijzonder spektakel, een hele bijzondere manier waar ze gewerkt hebben. Ja, want ze hebben met name ook met 3D gewerkt. Er zijn allemaal verschillende laagjes geplakt. En ja, daardoor is er dus iets heel driedimensionaals ontstaan. En je ziet dus die zonsondergang in die savanna. Het is een prachtig uitgebeeld. En wat ook wel leuk is, we gaan hem vandaag niet meemaken hier in Tiel, de zonsondergang. Maar wel in het corso. Dus dat vind ik ook wel weer heel bijzonder eigenlijk voor vandaag. Ja, we krijgen een beetje Zuid-Afrikaanse gevoelens, toch? Als je die kleuren ziet, dat contrast ook tussen licht en donker en die warme tinten. Heel goed op elkaar afgestemd. Kunt u zelf ook gaan beoordelen. En daar komt Convoi Exceptionnel aan. Een prachtige naam trouwens. Een ontwerp van Lars van Voorst voor de Corso Club Inge. Wat stelt het voor? Nou, het is dus een schip wat vaart op de McLewis, op de Hudson Rivier. En aan boord hebben ze een levende walvis. En Sian detail is wel een beetje ook dat ze vandaag voor het laatst meegaan. Voor de 51ste keer en nu is de laatste keer. De laatste keer voor Inge. En ik moet wel zeggen dat ze wel echt heel leuk afsluiten. Ja, het is echt ze pakken heel mooi enorm geworden. Uit. Ja. Ik ga
We weten inmiddels ook wel dat jullie zo ontzettend belangrijk zijn aan het plakken, aan het voorplakken. Hè? Zeker weten. Hoeveel jaar doet u dan, mevrouw? Voor 2000. Dus dat is nog niet zo heel lang, want ik weet ook dat er mensen zijn al die meer dan 50 jaar doen. Maar u bent er dus ook al meer dan 20 jaar bij betrokken. Nou, 20 niet, maar een jaar of 18, zo ja. Wat doet het nou met u als je zo aan het voorplakken bent? Word je er nou ook heel rustig van? En soms zenuwachtig, want dat ligt eraan hoe gauw het klaar moet. En of je in het voorwerk of dat het een noodgeval is. Ik sta naast de trotse voorzitter Hans Kolen, Corso Club Culemborg. Ja. En het ontwerp is PK. Dat klopt. Hans, wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? Ja, we zijn een PK stoffen paardenkracht. En we zijn hier een V12 motor aan het bouwen. En dat is het onderste gedeelte van de wagen wat we hier zien. Dat zijn de zuigers met de drijfstang en de krukas. Uiteraard hydrauliek. Er zit ook nog iets hydrauliek in. Ik vertel nog niet alles. Maar er zit wat in. We gaan bewegen. Dat klopt. En het stuk wat hiernaast staat, dat is eigenlijk het paardenhoofd wat uitstraalt van Mustang en Ferrari. En dat hoofd gaat over in de 6 uitlaten die nodig zijn voor de cilinders. Klinkt heel erg technisch allemaal. Waar komt dit vandaan? Ja, ik heb al gehoord dat het is een mannenwagen, maar veel vrouwen houden ook van mooie auto's. Dus ik denk dat het niet uitmaakt. Ja, paardenkracht staat natuurlijk voor PK's of voor paardenkracht. En onze ontwerper die had iets met de Schummel software. En die zegt, kunnen we daar niet iets over gaan bouwen? En er is dit uitgekomen. Ja, een prachtig, enorm groot ontwerp. Hij is behoorlijk uit de kluiten gewassen. Hij is toch 14 meter lang en 4 meter breed en 6 meter hoog. Dus het is echt wel een heel groot ding geworden. Met heel veel meters plakwerk erin. Ja, en nou hebben jullie een ontzettend enthousiaste club. Dus dat plakwerk, dat komt dan wel goed. Ja, ik zeg maar zo als voorzitter een club om heel erg trots op te zijn. Dus dat ziet jong en oud. We bouwen hier 2 wagens. Van de week hadden we het erover. We schatten dat we iets van ruim 400 meter plakwerk hebben. 400 vierkante meter, dat is enorm. 400 vierkante meter? Ja, ongeveer 400 vierkante meter plakwerk zit er in de 2 wagens. Dus dat is echt heel erg veel. Maar als je dan kijkt de sfeer en de rust waarin dat gebeurt. Met al die mensen en die vrijwilligers. En het gemanuleerde gezelschap. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dan mag je zonder te poffen als voorzitter trots op zijn dat je zo'n club hebt. Waar je Culemborg mee kan vertegenwoordigen op het Fruit Corso in Tiel. Vorig jaar had de Corso Club van Culemborg flinke pech. Doordat hun constructie op het parcours brak. Daardoor konden zij toen een topnotering wel vergeten. Dit jaar doen ze echter weer mee voor een topklassering. De Moon Family is onderweg. Een ontwerp van de grote wagen van Zoelen. Ja. En Moon Family. Ja, door Henk en Jannie de Jong ontworpen eigenlijk. En het is eigenlijk ontstaan dit idee. Laat van een toeristenuitstapje. Van via de Moezel. Een moezelreis hebben ze gemaakt. En daar zijn ze in een souvenirwinkel zijn ze een bepaald beeldje tegengekomen. En naar aanleiding daarvan hebben ze deze creatie ontworpen. Ja, en dat zijn hele schattige halve maankopjes. Poezelief. Ja. Heel fijn. Ja, de poezen, de gezichten hebben de vorm van de maan. En vandaar de Moon Family. En ze houden van katten, dus vandaar. Wat gaan we te zien krijgen? We gaan een hele mooie korsenwagen van Buren zien, de Monsieur de Carillon. Die vol verrassingen zit met de Carillons. Er zitten 34 Carillons, of klokken in van de Carillon. Deze Carillon die wordt altijd bespeeld bij André Rieu door Frank Stein. Hebben jullie gewoon erop staan? Ja, die staat bovenop het torentje, wat bijna 10 ton weegt. En Frank Stein speelt morgen ook live op de parcours.
met een speciaal lied georganiseerd voor buren. Ja, dus jullie gaan Tiel weer gewoon verpletteren? Nou, het is wel de bedoeling. Want het is een wagen die vol verrassingen zit. Er zit heel veel beweging in. Er zitten figuranten op. Live muziek wat bespeeld wordt. Ja, er zit eigenlijk heel veel, als je aankomt, voorbij gaat. Ja, je ziet van allemaal verschillende dingen. Komt de bijzondere wagen van Mazenwaal aangereden. Duikvlucht naar een ontwerp van Paul Swaan. En dat Corso meegaat met de tijd is hier wel heel duidelijk zichtbaar. Want dit is zo bijzonder. Meijne, wat vind jij van dit ontwerp? Ja, persoonlijk heb ik hier wel wat mee. Ze zijn natuurlijk allemaal heel bijzonder. Maar dit is wel echt heel bijzonder. Want er zijn maar liefst 5600 nylondraadjes gespannen. En daarin zweeft dus de duikvlucht, die wordt daarin afgebeeld. En zilveruitjes, die luchtbelletjes moeten voorstellen. Dat zijn vier pinguïns, hè? En de pinguïns die van een rots afspringen. En als je dat ziet, hoe ze dat gemaakt hebben. De constructie is ongelooflijk. De gewichtsverdeling op deze wagen is soms wel heel verschillend. De ene zegt dat er voor 56.000 kilo gewicht aan zit. Dat valt reuze mee, maar het is wel heel bijzonder. Heel veel werk is hier aan besteed. En zo prachtig. Ja, niet te geloven. Een bijzondere creatie, een hele bijzondere bijdrage vanuit Mazenwaal. Paul, jij bent de bedenker van deze. Ja, dat klopt. Daar is volgens mij wel iets heel aan vooraf gegaan, want dit is zo anders dan wat we gewend zijn. Ja, het is een idee dat eigenlijk al jaren in mijn hoofd zit. En vorig jaar stond de maquette al bijna helemaal. En toen heb ik het toch niet aangedurfd, omdat het vraagt heel wat van de club, zo'n ontwerp. Het is echt op een hele andere manier werken. En dit jaar toch maar aangedurfd. We hebben 5600 draden, in totaal 20 kilometer aan visstraat. En ja, ik denk dat er zo ongeveer 3.500 uien op zitten. Zo'n bijzondere wagen, hoe zijn de reacties onderweg? Nou, het is heel vernieuwend en de reactie is heel apart. Dit hadden ze niet verwacht. Ze denken dat er komt iets, maar het is toch anders dan je denkt normaal. Het is heel leuk, ja, echt. Geweldig. Geniet je van de aandacht? Jazeker, dankjewel. Goed succes. Ja, oké. Okay. Doei. Van 325,7 punten en jullie mogen stoppen. Het zit er weer op. Corso 2017 is voorbij. Ja, voor de 57ste keer. En wat was die weer geweldig. Hij heeft alles weer overtroffen. Ongelooflijk. En ik hoop zeker dat we er volgend jaar weer bij zijn. Ja, ik heb genoten. En ik hoop u thuis ook. Het was een mooi Corso daar in Tiel op de derde zaterdag van september. Tot slot nog de scores van de diverse wagens. U ziet de beoordeling van de vakjury en het publiek. Wat ons betreft, tot volgend jaar.